In Amsterdam is het eerste nationale islamcongres gehouden. En dat was volgens de organisatie een groot succes. Zo'n 500 belangstellenden uit binnen- en buitenland kwamen luisteren naar meer dan 10 nationaal en internationaal bekende moslimgeleerden. Bismillahirrahmanirrahim. Het publiek was opvallend gemengd. Alle geestelijke stromingen binnen en buiten de islam leken vertegenwoordigd te zijn. We zeggen salam, vrede, aan diegenen die moslim zijn. En we zeggen vrede aan diegenen die geen moslim zijn. En ook de inlichtingendienst vandaag is welkom. De inlichtingendienst zou eventueel geïnteresseerd kunnen zijn geweest, omdat het islamcongres veel ruimte bood aan zeer orthodoxe stromingen en wel heel zelfbewuste sprekers. The Muslim community in Europe is growing. And it is the fastest growing religion and community in the whole Europe. I see the presence and the development of Islam and Western civilization as a gift, an unexpected gift. Er was ook een bazaar ingericht met luxe producten voor de jonge gelovigen in het Westen en noodhulp voor alle gezinten in verre crisisgebieden. Dit is een MP4-speler, een digitale Koran. Waar het voornamelijk om gaat, dat is in ieder geval dat je door middel van een geluid in het Arabisch aanhoort. En gelijkertijd ook de vertaling in het Nederlands kan meelezen. Dit zijn corned beef, als het ware, maar dan halal. Dit is halal geslacht. Dit is bedoeld voor gebieden waar oorlog heerst. Of waar natuurrampen zijn. De beef is kosher geslacht, dus het is halal. En het is schapenvlees? Het is, even kijken, het is... het is echt schapenvlees. Maar de bezoekers kwamen niet voor de spullen, maar voor de sprekers. Er komen een aantal geleerden vanuit het buitenland en eigenlijk, ik vind het gewoon interessant om er naar te luisteren. Het is toch een unieke ervaring. Het is voor de eerste keer dat er iets gelijkaardigs in de omgeving dan komt. En als de kans die er is, dan moet ik die grijpen. De initiatiefnemers willen het congres voortaan elk jaar houden.